Bent u ook zo blij dat Almelo een nieuw zwembad krijgt? Jazeker, heel, heel erg blij meer zelfs. Ja. En wat maakt u zo blij? Nou ja, dat je een enorme verbetering krijgt van het zwembad. Dat die waarschijnlijk ook subtropisch wordt, dat ik goed gelezen heb. Dat je dus wat ruimere mogelijkheden hebt, zeg maar. Ja, daar ben ik heel blij mee. Ik zal er zelf geen gebruik van maken, maar mijn kleinkinderen zeker. Dus ik ben er wel blij mee. Ja, dat is een goede set. Ja. Ja, wat maakt u zo blij? Nou, ik vind elke goede stad die heeft een zwembad nodig. En ik denk dat er in het... in de zomer gewoon veel gebruik van wordt gemaakt. Ja, dat vind ik heel geweldig. Was ook wel nodig, denk ik, is van langzamerhand. Hè? Moet er toch een beetje bij blijven. Ja, dat is hartstikke mooi, hè? Voor de jeugd en alles. Ja, zeker. Ja, leuk. Voor de kids. Ja, dus lekker zwemmen. Ja, ik vind het wel goed. Wat vindt u daar goed aan? Ja, gewoon voor de jeugd. Is gewoon dat ze gewoon wat nieuws hebben. Ja. Ja, en het voldoet ook aan alle moderne eisen. Ja, ja. Dat is perfect. Echt. Dat vind ik helemaal geweldig. Wat vindt u daar zo geweldig aan? Omdat mijn kinderen altijd bij ZPA hebben gezwommen, jarenlang. En ik vind dat zwemmen moet blijven. En ook een buitenzwembad. Heel mooi en heel enthousiast daarover. Dan, dat is alleen voor de stad alleen maar goed. En voor de jeugd, heel mooi. En wat vindt u van het prijskaartje van de 21 miljoen euro? Ja, dat is wel veel. Maar ja, in deze tijd kijk je nergens meer van op. Als ik eerlijk moet zijn, wordt er zoveel hoge prijzen gevraagd in de markt. En de materialen zijn erg duur geworden. Arbeidslonen lopen op. Dus heel begrijpelijk eigenlijk. Het wordt wel een duurzaam zwembad. Dat is zeker. Nou ja, dat vind ik ook heel belangrijk. Ik woon er vlakbij. Ik woon op Mark Kraven, dus dat is perfect. Lekker Almelo, lopen. Kortom, krijgt een toekomstbestendig zwembad. Ja, absoluut. Ja, daar ben ik heel blij mee. Echt. Ja. Ja, alles kost geld. Ik bedoel, het zal het wel moeten kosten. Ik maak me daar verder niet zo druk om. Het wordt wel een zwembad dat aan alle moderne eisen voldoet. En niet alleen qua duurzaamheid. Nee, dat mag je ook verwachten in deze tijd. Ja. Kortom, u bent positief gestemd over het nieuwe zwembad Jazeker. In Almelo. Ja. Absoluut. Ja, dat is veel geld. Maar beter goed investeren dan straks halfbakken weer verder gaan. Ja. Ja. De raad heeft een verstandig besluit genomen. Ja, vind ik wel. En krijgt daarmee een zwembad dat aan alle moderne eisen voldoet. Ja, en volgens mij ook voor de wedstrijdzwemmers een goed bad. Hè? Maar dat is overal. Ja, dat moeten we dan met elkaar maar opbrengen. Hè? Ja. Jammer voor als de kaartjes maar niet duurder worden. De gemeenteraad heeft een verstandig besluit genomen. Ja, volgens mij, je moet toch een keer wat. Ja, maar ja, dat is, ik bedoel, dat haalt ze er ooit wel weer uit, denk ik. Ik bedoel, de mensen willen graag zwemmen nemen gaan. Ja. En het wordt natuurlijk een modern zwembad dat aan alle moderne eisen voldoet. Ja, nou, dat is sowieso belangrijk, hè. En dan zit er natuurlijk ook het racekaartje aan. Almelo wordt met dit zwembad wederom opgestoten in de vaart der volkeren. Oké. Eens? Niet eens? Ja, ik vind het prima. Okay. 21 miljoen, dat is een duur kaartje dan, wat dat? Ja. Nou, daar is ook een beetje discussie over, dat het kaartje duurder gaat worden, waarschijnlijk. Oh, maar als het veel mooier is, dan is het wellicht de moeite waard. Dan neemt u dat op de koop toe? Ja, wellicht. Ja, ik weet niet wat de plannen zijn. Dus, okay. U bent positief gestemd over het nieuwe vooruitgang, vernieuwing is normaal altijd vooruitgang. Dus ik ben op zich positief. En Almelo krijgt een zwembad dat voldoet aan alle moderne eisen. Nou, kijk. Nou, het is toch ook al een heel oud zwembad. Dus een beetje vernieuwing lijkt me wel op zijn plaats. Okay. U bent blij met dit visitekaartje? Ja. Nou ja, overal zit een prijskaartje aan. Maar dan heb je ook wat, hè? Ja. U vindt het een positief besluit van de gemeenteraad? Ja. Maar dan hebben mensen ook weer, vooral na de corona, denk ik, weer plezier. En het wordt waarschijnlijk een mooi visitekaartje voor Almelo. Oh, dat ook zeker. Dat trekt natuurlijk ook weer mensen. Want je ziet, je hoort wel heel vaak dat ze naar de Preston gaan voor het zwembad. Buiten Almelo. Dat trekt ook Almelo aan. Dat mag ook wel. Ja. Yeah.